Goedemorgen, mevrouw Van der Wal. Hallo, Rutger. Hallo. Het gaat over, nou ja, u bent natuurlijk de stikstofminister. Wij hebben het over de woningbouw. We hebben een woningnood, een grote woningnood, woningcrisis. U wil in 2030 de stikstof halveren, dat staat in het regeerakkoord. In hoeverre heeft eigenlijk de woningbouw daar dan invloed op? Want nu liggen er allemaal bouwprojecten stil, ook vanwege de stikstof. Is het eigenlijk wel logisch? Ja, we moeten de stikstofproblematiek oplossen. De rechter heeft in 2019 een hele duidelijke uitspraak gedaan. Hè? De stikstof moet naar beneden, ja. Maar we moeten vooral eerst de natuur herstellen. En dat betekent niet dat de bomen al 20 meter hoog gegroeid moeten zijn voordat we weer van alles kunnen. Ja. Maar wat het wel betekent, dat we juridisch, dat we onontkoombaarheid regelen in ons pakket, dat we het ook echt gaan doen. Want de realiteit is nu dat, ik begrijp, 1% van de stikstofuitstoot die komt van de bouw van nieuwe huizen. En 40% van de boeren. Hè? Ja, dan ga je toch eigenlijk niet al die bouwprojecten stilleggen terwijl we in een woningcrisis zitten. Nee, maar nou doe je alsof boeren tegenover huizen bouwen staan. Nou ja, die percentages die zijn zo. Ja, maar waar het om gaat is dat je moet kunnen aantonen dat je geen stikstof toevoegt en dat je iets doet voor de natuur. Ja. En dan pas kun je een vergunning verlenen. En dat doet het er eigenlijk niet toe, hoe wrang ook, ja, hoeveel procent je aan bijdrage levert. Je kunt toch zeggen van pak vooral de boeren aan of draai aan wat knop. Ik geloof dat als wij 10% van krachtvoer en de kunstmest niet importeren, kunnen we eigenlijk bouwen wat we willen. Dus waarom doe je dat dan niet? Ja, die is echt te simpel. Coalitieakkoord. En wij komen volgende maand, ga ik naar de Kamer met de hoofdlijnen en de contouren, hoe wij het verder willen gaan aanpakken. En dat is voor alle sectoren. We zeggen niet alleen de boeren. Nee, maar waarom is het te simpel wat ik zeg? Je kunt ook prioriteiten stellen. Is het ook niet een beetje symboolpolitiek? Dat ze zeggen, we gaan de wijken bouwen, dat kan niet. Terwijl je kan eigenlijk gewoon bouwen wat je wil als je het maar op andere kanten goed oplost. Nee, dat is dus niet waar. De rechter heeft een uitspraak gedaan. Je moet de natuur herstellen en stikstof reduceren. Ja, dat klopt, moet je, ja. Dat moet je kunnen aantonen, ja? En dan pas kun je weer vergunningen verlenen. Maar als wij met elkaar ervoor zorgen dat we investeren in de natuur, zodat de natuur herstelt, dat we stikstof reduceren, ja? Als we dat echt op orde hebben en ook nog eens op een manier dat het juridisch onontkoombaar is, dan hebben we ook weer alle ruimte voor verdere vergunningverlening. En dat betekent niet dat er nu geen huizen kunnen worden gebouwd, want we hebben een bouwvrijstelling. Ja, maar er ligt wel een hele hoop stil. Nou, dat vraag ik me af. Er kan ook heel veel wel. En ik begrijp namelijk ook wel dat mee aan de slag. Ik begrijp ook wel als het gaat om die stikstof, dat dat ook belangrijk is. En dat we daar natuurlijk met z'n allen heel erg hard voor moeten werken. Ja. Alleen het is zo cru als je zegt, we schakelen op een aantal borden. En dat bord, bijvoorbeeld, ik noem de boeren of de industrie. Daar kunnen we eigenlijk veel meer halen dan bij de woningbouw. Dat je dan dus dat ook op de woningbouw doet en dat je daardoor nog een hogere crisis krijgt als het om de woningen gaat. Het gaat om alle sectoren. En, ja, dat weet ik wel. Het voelt wrang, maar dat heb ik ook. Hè. Het voelt wrang. En de landbouwsector draagt heel veel bij en zal ook een forse bijdrage moeten leveren. Maar moet dat dan niet meer? Moet u dan niet zeggen, daar moeten we wat meer doen? We gaan daar heel veel doen. Als ik kijk wat er op het bord komt van de boeren, dat is immens. Die landbouwsector gaat zo'n bijdrage leveren en leveren al zo'n bijdrage. Maar ook de andere sectoren zullen moeten leveren. En dus ook de huizenbouw. Zegt u nou eigenlijk dat u van de rechter überhaupt moet stoppen met die huizenbouw? Nee hoor, dat zeg ik helemaal niet. Wat de rechter heeft gezegd is... U bepaalt toch waar u de stikstof reduceert? Ja, maar we moeten allemaal reduceren. Ja, maar dat snap ik niet. Als we ook in een woningcrisis zitten. Dus hebben ook gewoon mensen nu geen dak boven hun hoofd. En die denken dan van, ja, waarom zou je de stikstof niet ergens anders wat beter bestrijden dan bij de woningbouw? Ja, dit is dus precies. Ja, maar niet genoeg, want er liggen allemaal bouwprojecten stil. We gaan nu aan de slag. We zijn begonnen met het vorige kabinet. Die hebben al een bouwvrijstelling. Maar ik zou niet dat u niet geregeld. U zou nu ook kunnen zeggen, ja, dat is eigenlijk wel waar. Want het schiet daar de pan uit. Bijvoorbeeld bij de boeren en bij de industrie. En we doen daar al heel veel. Maar alles wat we willen alles behalve dat die bouwprojecten stil liggen. Dus gaan we inderdaad kijken of we wat kunnen schuiven, zodat we in ieder geval weer kunnen bouwen. Dat de mensen dak bovenhoofd hebben. Dit is precies wat we gaan doen, want ik ben het helemaal met je eens. Kijk. Ik ben in mijn 6e week. Ik ga er alles aan doen om er heel snel voor te zorgen dat we een situatie hebben dat we Dat er weer gebouwd kan worden. Dat we weer kunnen ook qua economische ontwikkeling kunnen doen. Dus u bent niet van de symboolpolitiek dus, hè? Nee. Dus niet van bouwen is slecht. Bouwen is slecht voor de stikstof. Dat terwijl het maar 1% is eigenlijk. Nee. Nee, absoluut niet. Okay. We willen huizen bouwen, maar wel op een manier dat het ook juridisch deugt. Dat we ook de natuur herstellen en stikstof reduceren. Ja. En ik denk dat dat kan. Leuk hè, Rutte 4.
Rutte 4 is fantastisch. Ja, hè, dat ze partijvoorzitter was een makkelijker baantje, denk ik. Ja. Het was een stuk eenvoudiger, ja. Nee, maar met pessimisme heeft nog nooit iemand een probleem opgelost. Dank u wel. Dus we gaan ervoor. Bedankt. Ja. Doei.